Goedemiddag allemaal. Jullie weten ongetwijfeld waarvoor jullie hier zijn, maar ik zal voor de zekerheid nog eventjes het verhaal vertellen. Dit is supermarkt Maha aan de Korrelbloemstraat 2 in Papendrecht. Die is in, ik denk begin 2018 geopend. Klopt dat? Ja, 2018, ja. En 3 maanden na de opening werd hier ingebroken. Toen was nog Raadheb eigenaar van de supermarkt. Dus die, die had meteen een inbraak aan zijn broek. En dat was al niet fijn. Vervolgens heeft Mohammed de winkel overgenomen eind november, geloof ik. En na 3 weken nadat hij de winkel beheerde, is Mohammed overvallen. En bedreigd met een pistool en een mes. Nou, dat is op zijn zacht gezegd ook niet zo fijn. De supermarkt heeft al een heel verhaal in korte tijd achter de rug. En de eerste keer hebben Papendrechters voor Raadheb geld ingezameld. En dat was al een leuke opbrengst. Nu is er weer een tweede keer een actie gestart. En hebben Papendrechters en klanten van supermarkt Maha, hele trouwe klanten, hebben ook weer geld ingezameld. En het resultaat daarvan gaan jullie nu zien. Gaat Raadheb overhandigen aan de nieuwe eigenaar Mohammed. Mag ik nog even wat zeggen? Tuurlijk mag jij nog wat zeggen. De eerste keer is het niet gelukt om via de verzekering wat te krijgen voor Raadheb. En de tweede keer is het waarschijnlijk ook niet gelukt. Want er was wel een voorlopige dekking, maar we hebben een mailtje gemist. Waarin we nog een stukje informatie moesten geven. En in die tijd was er geen dekking. Dus ook waarschijnlijk is er nu geen vergoeding vanuit de verzekering mogelijk. En daarom is dit weer zo mooi. Des te welkomer is het bedrag wat door de Papendrechters is ingezameld. En ik heb ook begrepen dat dat de schade wel dekt, het bedrag wat ingezameld is. Dus dat is alleen maar fijn. Zijn jullie klaar voor de overhandiging? Ben je er klaar voor, Raadheb? Ga je gang. Nou, eerst even uitpakken. Kijk maar naar de fotograaf. Dank u wel voor iedereen. Dank u wel voor alle mensen die hebben mij verzamelen, geld verzamelen. Ik voel me nu een grote familie. Ik heb nu nog een familie, grote familie Papendrecht. Ik ben heel blij. En dank u voor alle mensen. Dank u wel. Ja. Kijken. Scrollen zeg maar door de kanalen, vind je het wel.